Ja! Dit radioprogramma is niet alleen maar om te luisteren, maar ook om te kijken. 3FM, Partij voor de Vrijdag. Avrotros. 3FM. Music. Music starts here. In Nederland zijn tot eind van deze maand alle concerten afgelast. Ook wordt aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het coronavirus. Je mag als je verkouden bent niet meer naar het café. En mag ook van Trump niet meer naar de USA. Concerten die zijn afgelast. Als je ziek bent, blijf je thuis. Daarom heb ik dan nu ook een studio in huis. Ja, geen grapje. Fucking de week is om, het werk is weer gedaan. Maandag, dat is maandag, pas het weekend komt eraan. Nou ja, het is wel fijn, de techniek blijkt voor niks te staan. De week is om, het weekend komt eraan. In verband met het coronavirus roepen supermarkten in Nederland op om niet te gaan hamsteren. Wc-papier is vaak uitverkocht. Dat vond ik nog wel geinig, dat het ooit ging bestaan. Dat Albert Heijn oproept om minder aan het hamsteren te gaan. En naast al dat toiletpapier, dacht ik nog bij mijn eigen. In heel Nederland is nu vast geen radiostudio meer te krijgen. Helemaal ergens, alles uit voor helemaal weg. De week is om, het werk is weer gedaan. Maandag, dat is maandag, pas het weekend komt eraan. Het laminierapparaat eruit en de vriendbaan in mijn baan. De week is om, het weekend komt eraan. Het is weekend. Weekend. De week is om, het weekend komt eraan. Ceremoniemeester Mark, die zit op dit moment in Eindhoven. Kun jij even kijken of het weekend eraan komt? Mark? Hallo? Ik heb Mark niet gehoord. Misschien heb jij hem wel gehoord. Dat zou kunnen. Techniek is nog een beetje kabeltjes aan het doen. Ik ben al heel lang blij dat ik gewoon luid en duidelijk doorkom. Ja, precies. Can you hear me SOS? Help me put my mind to rest. Avicii op 3FM. Een SOS, can you hear me? SOS. Dat is een beetje de vraag, inderdaad. En daarvoor nog Jet Rebel, Do You Love Me At All op 3FM. Nu volgt een programma in de zendtijd voor ludieke partijen. In de keuken. Het is 13 minuten over 7. Een hele goede avond, Partij voor de Vrijdag. Rob van de Radio hier tegenover mij. Helemaal niemand. Ik zit namelijk bij mij thuis. Dat komt omdat ik een beetje verkouden ben. En dan moet je van het RIVM thuis blijven in verband met het coronavirus. Als je het wil niet zeggen dat ik het heb. Maar ja, voor die veiligheid is het wel goed. En even kijken. Wie zijn de bodem? Hallo. Jawel, ik ben er hoor. Jij zit gewoon in de 3FM-studio. Ik ben hier gewoon netjes gaan zitten, ja. Ik wil steeds zeggen, je zit in Hilversum. Maar dat is, ik zit ook in Hilversum. Ik woon in Hilversum. Alleen, ik zit niet in de studio. En hebben we een verbinding? Ceremoniemeester Mark! Ja, volgens mij wel. Hallo. Pieter, hoor jij hem of niet? Ja, ik hoor hem ook. Via de telefoon misschien? Nee, oh, jij hoort hem niet. Pieter de Bode ook niet meer aan de hand? Dat is onhandig. Oh, daar ben je. Ja. Hallo, Mark. Hallo. Nou, dat is fijn. Nou, ja. Nou goed. Ja. Lekker. Nou, heb je verbinding met de random reader, Mark? Jeetje, wat is... Nou, oké. Nou, we gaan je even bellen zo, ja? Dit is 3FM of Monsters and Men. Goedenavond. I don't like walking around this old and empty house. Nobody's safe to show. Of Monsters and Men. Though the truth may vary, this ship will carry on. We zijn aangekondigd voor Pinkpop 2020 of Muslim Man and Little Talk Studio op 3FM. En je hoort hem kraken. Dat is niet mijn stoel. Maar dat is wel grappig. Pieter, hallo. Ja, hi. Voor de duidelijkheid. Mark, je bent er ook.
Ja, zeker. Hallo. Ceremonie meester Mark. Ja, dat klinkt beter via de telefoon eventjes gewoon. Even voor de mensen die net inschakelen. Schakelen is wat erin. Ik was verkouden geworden eergisteren. En kriebelhoest heb ik ook. Serieus, dit is geen grapje. En dan zegt het RIVM, eerst zeiden ze niks, want ik woonde niet in Brabant, dus was er niks aan de hand. Maar gisteren kwam er een persconferentie van Mark Rutte en die zei, iedereen die milde klachten heeft, is de bedoeling, blijf thuis. Want dan kunnen we de verspreiding van het coronavirus, mocht je dat hebben, zoveel mogelijk beperken. Dus ik zit thuis. En Mark, jij was ook verkouden, maar jij woonde al in Brabant, dus jij moest eigenlijk al thuis blijven. Ja, nee, ja, en afgelopen woensdag werd het nog een klein beetje erger ook. Dus ik zit eigenlijk vanaf afgelopen woensdag al thuis ook. En nu dan ook in Eindhoven. En Pieter, hoe is het met jou? Ja, top. Met mij niks aan het handje, jongens. Nou, laten we dat niet zeggen. Nou, nee, maar qua gezondheid niks aan het handje. Geestelijk is er wel alles aan de hand natuurlijk. En dat is wel geinig ook. Ik krijg een appje van waar zit knop 5? Daar. Van Jimmy. Die zegt, kunnen we dan eindelijk de beroemde stoelen zien? En dat kan. Stoelen? Ja, die stoelen. Want ik heb natuurlijk super lang geklaagd over dat mijn stoelen verkeerd waren bezorgd. En dat ze nog steeds eigenlijk een beetje scheef zijn. Zit je nu op zo'n stoel? Ik zit nu, as we speak, op zo'n stoel. Oh jee, dat kan nooit goed gaan. Ja, nee, maar ik zit thuis ook gewoon erop te eten, dus dat gaat op zich goed. En dat kan ik je even laten zien. Ik sta even op voor de mensen die kijken. 3fm.nl/live of kijk je het maandag op YouTube weer terug. Dit is er nou zo één. Kijk eens. Oh, nou, wat jammer dat die zo scheef is. Ja, kijk. En als je dus meekijkt, hier zit dus meer ruimte tussen dan hier. En het is nog steeds. Ik heb trouwens mijn joggingbroek ook aan, trouwens. Als je dit, oh, je hebt echt je joggingbroek aan. Ja, ik ook hoor. Ja, hallo, ik zit thuis, maar reet. Ja. Dat zal wel. Kom nou. Maar wel je jasje netjes. Dat valt me dan ik heb mijn jasje netjes aan. Ik dacht, het is wel gewoon vrijdagavond. Partij voor de Vrijdag is Partij voor de Vrijdag. En daarmee basta. Zeg, dan moeten we het nog even hebben, Mark. Want even serieuze zaken. Er was van alles op het internet te zien. En misschien moet je het zelf even vertellen aan de mensen die nu luisteren. Dat is altijd een slechte inleiding. Er is heel veel op het internet te zien. Ja, maar, er is sowieso heel veel op het internet te zien. Hè? Dat is het probleem niet. Maar, Hoe zal ik maar gewoon met de deur in huis vallen dan? Nou, ga eerst zeggen wat voor leuke is allemaal, wat je gaat doen. Ja, nee, ik ga iets heel leuks doen. Ik word opleidingscoördinator bij de NPO voor de radio. Ja! Kijk, heel goed. Wat wil het zeggen? Dat betekent dat ik alle talenten die bij de NPO binnenkomen ga zoeken. Dus ik ga scouten naar nieuw talent en beoordelen en zo. En ook alle talenten die binnenkomen bij 3FM nog begeleiden. Dus ja, dat vind ik echt heel erg vet. Precies. En dat heeft ook een onhandige kant? Ik ga stoppen bij Partij voor de Vrijdag en überhaupt bij de radio. Dat is natuurlijk helemaal kut. Dat is waardeloos. Sorry. Waarom eigenlijk? Want je kunt toch gewoon een beetje vrijdagavond, toch leuk, gewoon een beetje erbij. Ja, maar ja, het mag niet. Waarom niet? Ja, dat is allemaal belangenverstrengeling en zo. Oh ja, dat als je dan bij 3FM de radio bent en dan moet je tegen andere mensen zeggen, nou, bij 3FM zou ik dit doen en dit doen. Ja, precies. Ja, ik vond jou echt heel slecht en dat die mensen dan ook dit programma horen. Dan zit Mark gewoon over eten uit de oven te roepen, ja. Nou ja, dat is wel wat het is. Zit vaak aan een ratje te draaien om 7:50. Het is weinig ook, hè? Ja, ik snap het ook. Nee, dat kan. Ik vind het wel echt, gewoon ja, kut, heel kut. Ronduit kut. Ja. Echt bijzonder, mag nog bijzonder kut zelfs. Ja, je mag geen kut zeggen op de radio, maar het is gewoon kut. Nee, heel kut. Nee, maar echt bijzonder kut. Maar het zou zomaar eens kunnen zijn dat ik iedere vrijdagavond er toevallig toch ben. Je moet toch iemand stofzuigen hier, man? Ja, ik stop zijn. Ik bedoel, ja, hè? Oh ja, wacht, stop. Stop de muziek. Oh, is dat dan per nu? Is het vanaf volgende week? Wanneer is dit? Ja, tot ziens, doei. Nee, ik ben er nog wel eventjes. Nog wel eventjes. Ja. Tot 10:00. Ja, en ook nog wel iets langer, denk ik. Oh, je luistert naar de radio. Het is best wel een aparte show. Wat een dag. Op vrijdag tot een uur of 10. Of ga je het Olepa zien? Ik heb nog nooit Olepa gezegd in mijn huis. Rob heeft weer te veel koffie op. Ja, wat een onzin, wat een meuk. Gelukkig zijn de bladeren. Oh, zet hem uit de hertogkamp. Hij maakt er weer.
Music starts here. My op 3FM, Partij van de Vrijdag. Een hele goede avond. Het is precies 7:30. Nou, dat is ook. We gaan ook de boek in. Het is een bijzondere uitzending, want ik ben vanuit mijn huiskamer. En Mark in Eindhoven. Romeo. Pieter in de studio. 1336. En de telefoon is open. Ding, want Pieter, jij doet de telefoon, hè? Ja, dat probeer ik in ieder geval. En in Hilversum bij mij, daar doe ik gewoon alleen de muziekjes en ik en mijn stem. Dit doe ik ook zelf. Dus je kunt bellen naar de studio als je iets wil zeggen, de groetjes doen, klagen. Alles mag, de weekendlijn is los. 09091336. En de opneemgarantie die staat aan. 09091336. Partij voor de Vrijdag, ik ben Rob. Wie ben jij? Goedenavond. Goedenavond, met Koen. Hey Koen, zeg het maar. Hi. Ja, ik vroeg me af of jij tips hebt nu mijn werkgever besluit deze hele maand niet open te gaan. Ik verveel me een beetje. Ja, ik snap het. Waar werk jij? Het grootste themapark van Nederland, een Efteling. Oh, ik dacht dat je het heel radioprofessioneel ging doen. Ja, ik deed mijn best, maar... Ik dacht, fuck, ik ga gewoon Efteling zeggen. Ja, precies dat. Ik... Weet je, de komende maand zal toch niemand komen, dus ja, de maanden daarop moet maar meer komen, hè? Ja, nee, precies. Hey, en wat doe je dan in het grootste themapark van Nederland? Daar sta ik geregeld bij een attractie. Wat leuk, ik vind dat leuk. Ik spreek nooit mensen die daar werken, behalve nu. Nou, bij deze. En toevallig ook een keer bij degene die je nu opzet. Die snap ik. Symbolica. Ben je niet... Oh, ja, precies. Ja, ja, nee, ik denk een beetje in de sfeer blijven, Koen. Maar Koen, precies. Wat geinig. Je werkgever heeft dus besloten om dicht te gaan. Ja, wat je dan moet doen? Nou, thuis op de bank zitten en krijg je wel doorbetaald? Of hoe werkt het? Nee, was maar zo'n feest. Nee. Oh. Nee, ja, een nul uur. Papier weg, zeg maar. Dat is... ja, maar ongeveer. Maar ben je freelance dan? Nee, junior, om het zo maar te zeggen. Gastheer. Ben je stagiair? Nee, joh. Nee. Junior gastheer, dat is eigenlijk een soort van bijbaan. Maar ja, toch net wat meer dat ik er werk. Behalve dat je niet betaald krijgt als je niet... Oké. Okay. Nou, ja, gewoon een nul-urencontract. Heel simpel gezegd. Ja. Oh, precies. Ja, nou, die nul-urencontract, dat is op zich duidelijk nu. Het is handig om prei te vragen. Als je afvraagt wie je hoort lachen, ceremoniemeester Mark, die zit thuis. Maar die hebben we even gebeld, dus die hangt aan de telefoon. Kijk mee op 3fm.nl/live, daar zie je ons ook gedrieën zitten. Hallo. Hey, en Koen, nou dat zou ik doen. En is jouw vraag daarmee beantwoord? En wat moet ik op de bank doen dan? Nou, aftrekken. Zitten. Ja. Heb je gordijnen? Die kunnen wel dicht, ja. Ja, dicht doen, aftrekken. Gewoon 4 weken lang. Ga ik eventjes ondertussen naar de volgende. Laat me weten hoe het was. 09091336. Ik ben Rob, Partij voor de Vrijdag. Met wie spreek ik? Hi Rob, met Dylan. Hey Dylan, zeg maar. Hey, ik wou Mark feliciteren met zijn nieuwe baan. Ja, nou, dankjewel. Alsjeblieft. En ik hoop dat we elkaar regelmatig gaan spreken. Oh, wel. Ceremoniemeester Mark, die wordt opleidingscoördinator. Dat wil zeggen dat hij de talenten bij 3FM en bij de hele NPO gaat begeleiden. En jij hoopt op de radio te gaan komen, Dylan. Ja, nou ja, dat zou leuk zijn. Ik heb contact al met Timo regelmatig en ik hoop dat het met Mark ook zo gaat. Ja, ik... Verbinding wordt heel slecht. Ja, heel slecht. Zo, Eindhoven, dat is ver, hè? Ja, we wonen in Assen. Dat is zeg maar... Nee, het is gewoon heel ver. Heel ver is het. Nee, het is gewoon heel ver, Dylan. Heel ver. Oh ja, heel ver. Heel ver. Het is slechte zelfs, lijn. Zelfs naar Hilversum... Nee, Dylan. Misschien tot snel dan. Ja, wie weet. Ja. De volgende 09091336. Dit is de opneemgarantie. Ik ben Rob, wie ben jij? Goedenavond. Hallo, met wie spreek ik? Pieter, heb je iemand aangeklikt of niet? Ja, ik heb iemand aangeklikt. Okay. Misschien hoor je nu iemand. Hallo?
Hallo, ja. Hallo met Pieter. Dag Pieter. Nou, wordt het een heel onhandige avond. Dit is niet te doen. Ja, oh god. Pieter, nou, is mij ook een beetje onhandige avond, dat ik zelf vakantie ga naar Noorwegen. Oh. Maar de grenzen zijn dicht. De grenzen zijn dicht? Met Noorwegen? Hebben wij grenzen? Ja, met Noorwegen? Noorwegen heeft de grenzen dicht gegooid. Oh ja, dan moet je toch eerst nog naar Duitsland. Dus daar ben ik een beetje treurig van. Ja. En ga je ook, nou ja, heb je een bank? Ja, nee, ik zat zo te denken. Kijk, maandag gaat natuurlijk de maximum snelheid naar beneden. Van 130 naar 100. Mm-hmm. Nou, dan kan het virus zich toch ook minder snel gaan verspreiden. Ja. Hé, hey, we schrijven hem op, Pieter. Wat zei je? We schrijven hem op. Ja, oké. Okay, hartstikke mooi. En een prettig weekend. Prettig weekend. 099-1336. Ik doe nog even twee lijntjes. Hallo, dit is de radio. Dit is 3FM. Met wie spreek ik? Hallo. Hallo. Hallo, Erik. Hi, Erik met Rob. Welkom in mijn huiskamer. Ja, goedenavond Rob. Nou, fijn om jou in je huiskamer te zijn. Ik wil even zeggen dat ik baal. Waarvan? Wintersport gaat niet door, vanwege dat piepvirus. Er gaan veel dingen niet door, hè, Erik? Kut, hè? Ongelooflijk. Dat mag je niet zeggen. Mag je niet zeggen, toch? Je mag gewoon zeggen, het is helemaal kut. Kut, heb ik dat net gezegd? Ja. Maar heb je een bankstel? Wat zeg je? Heb je een bankstel? Of ik een bankstel heb, hoezo? En gordijnen? Nee, geen gordijnen. Geen gordijnen? Oei. Of wel? Heb je zal ik eens even kijken als ik een bankstel op de bank leg. Heb je zen, hè? Of niet? Niet moeilijke woorden, hè? Ja. Oh, wacht even, mijn tv gaat zo uit. Wacht even, mijn tv heeft eco-modus. En daar staat een logo op van 3FM. Ik zit in mijn huiskamer vanwege, ik ben verkouden. Ik moet heel even... Nee, wacht even. Ik zit in de auto, ik ben klaar met werken bijna. Ik moet heel even afstandsbediening pakken, eens kom. Hey, ik heb nog een vraagje. Als iedereen gaat doen wat Rob net zegt, en dat is allemaal aftrekken binnen de gordijnen, dan krijg je een soort griepgolf. Hallo, daar ben ik weer. Ik zet mijn koptelefoon op en doe ik aftrekken in de gordijnen. Ja, als iedereen nu gaat aftrekken met de gordijnen dicht, dan krijg je een soort griepgolf van nu iedereen, en dan is iedereen weer beter. En dan komen de gordijnenmakers. Die gaan dan allemaal. Ja. Hey Mark. Weet je wat er dan gebeurt als er straalverwarming achter die gordijn hangt? Ik wil het niet weten, Erik. Loop het af met een sisser. Hey Erik, bedankt voor dit niveau weer, hè? Fijne avond. Erik de schuld geven ook. Prettig weekend. Nee. Oh shit, dan moet hier het licht uit. Wacht even, ik ga het licht uitzetten. Iedereen zijn licht uit. Hey Google, doe het licht uit. Ik heb de hele week gewerkt. Hier staat ik het lampje erbij. Gemerkt. Ik val lampje erbij. Maar nu is het begonnen. Ik stap de deur uit en ik ga het weekend achterna. En zingen! Een paling. Lekker. Ik ken alleen maar zo verneukt door dat hele Cartman-verhaal. Lekker, lekker, lekker. Vierde en van 3FM. Dit hebben we nodig op vrijdag. Judith, de Bloodhound Gang, Bad Touch. Pieter Oud zegt Rob Held, de Bloodhound Gang. Allemaal via de app van 3FM. Vrij voor de vrijdag. Ik trek zo alle knoppen van dit paneel af. Dat is onhandig. Schiet zo onder het tafeltje bij mij in de woonkamer. Het is de ziekenboeg aflevering. Tenminste, ik zit verkouden thuis. Dat moet, want het RIVM heeft besloten dat iedereen die milde klachten heeft thuis moet blijven. En iedereen zoveel mogelijk thuis moet werken. Nou, die heb ik gecombineerd. Ik zit in mijn huiskamer op dit moment uitzending te maken. Tot 10 uur. Vannacht ook nog tussen 2 en 4. En morgen en overmorgen het radio op een broodje. Zaterdag en zondagmiddag tussen 12 en 2. Vanuit mijn huis. En nu is ook nog verbinding met Eindhoven. Daar zit ceremoniemeester.
Meester Mark. Zeer hoi, Meester Mark. Hallo daar. En in de studio in Hilversum. Pieter de Bode. Jawel. Tenminste, in de andere studio in Hilversum. Zometeen een twee categorieën spel. Mark, heb jij het rad eigenlijk mee of niet? Het rad staat zeker hier in Eindhoven, ja. Oh, wat goed. Had je net in je auto gekregen? Ja, zeker. Nou, niet in mijn auto. Ik heb er een busje voor moeten huren, want het is echt een lomp ding. Ja, maar ik dacht staat, het staat hier. Het kan ook niet uit elkaar. Het is één ding. Eén ding met twee raderen. Raderen, ja. Het ene wiel draait linksom, het andere wiel draait rechtsom. En zo krijg je op een soort pimpampet-achtige manier twee categorieën. En dan moet je een woordspeling, een grapje mee maken. Dat gaan we zo meteen doen. En ik dacht, misschien is het leuk om niet te grabbelen in de grabbelton. Want ik had gehoord, die ben je ook. Die staat nog in Hilversum, Mark. Ja. En toen dacht ik, wat moeten we dan doen? Dat is misschien geinig. We gaan weggeven. En dat is elk ander moment van het jaar een hele domme prijs. Behalve nu. Nu is het net alsof je een klompje goud weggeeft. Wij gaan weggeven. Als je wint. Bij een twee categorieën spel. Een rol wc-papier. Serieus? Ja. Dat is echt goud waard op het moment. Dus doe mee. Zometeen gaan we aan het rad draaien op 3FM. Eerst Disclosure. Dit is Tondo. We zitten er lekker in. Het zou, als je alleen naar de radio luistert, ook 6 augustus kunnen zijn. Disclosure, Tondo op de radio. 3FM, Partij voor de Vrijdag. 7:50 alweer. Het is hoog tijd voor het twee categorieën spel. Ceremoniemeester Mark. Ja. Wat heb je nou voor een appje gehad? Nee, dat was ik. Oh, dat was jij, Pieter. Sorry. Ja, ik heb net een mailtje van mijn supermarkt. Mm-hmm. Met of ik alsjeblieft normaal boodschappen wil blijven doen. Oh. Ik vraag me af of ze dat op mijn kortingskaart gezien hebben. Dat ik vandaag... Nou goed, laat ik het zo zeggen. Die wc-rol die we weggeven, die komt bij mij vandaan, hoor. Dat kan niet. Het twee categorieën spel. Met Rob van de Radio. Jij krijgt toch iedere week een mailtje of je alsjeblieft normaal boodschappen wilt doen? In ieder geval een keer met je broek aan. Dan staat het heel fijn binnen. Meneer, het andere bier is ook voor andere mensen. Maar ben jij zo'n hamsteraar dan, Pieter? Ja, ik heb vandaag echt als een klein kind staan hamsteren. Ik kwam thuis ook met een blik met ananasschijfjes erin. Why? Ja, ik heb geen idee. Je bent kok, Pieter! Doe je zo! Nee, maar ik dacht dus van, oké, als het echt allemaal misgaat, moet ik mijn kinderen wel nog fruit kunnen geven. En dan koop je ananas een blik! Dat is toch geen fruit? Oh, en dat noemt zich dan kok! Ja, ik had ook havermoutvlokken en daar hou ik helemaal niet van. Godverdamme! Ja, nee, ik had me echt laten meeslepen. Mensen thuis, alsjeblieft doe dat niet. Het slaat nergens op. Nee. Ga gewoon nog naar de frietent. Eet koket. Ja, maar echt. Ja, met de gordijnen dicht. Met de gordijnen dicht. En eerst niet tijdens het aftrekken, want het is heel heet. Ja, toch? Anders heb je dadelijk allemaal brandwonden mensen. Nou. Ik ga de rad draaien. Ja. Klaar ben. Ja? Kan niet? Ja, hoor. Hij staat echt precies buiten beeld. Heb je het kabeltje erin? Heb je het kabeltje erin, zodat ik hier het geluid binnenkrijg? Ja. Nou, dat gaat via internet mee. Ja, precies. Ik ga nu net buiten beeld draaien. Wacht even. Komt ie, hoor. Ja, hoor. Ja, komt ie! Oh, ik hoor het ook! Jongen, wow. De techniek staat voor niks aan. Dat is wel te gek. Ik hoop dat hij ook stopt. Oh, ja. Ja, lekker. Wat is het geworden, Mark? Waar gaan we vandaag een woordspeling of een grapje mee maken? En dan win je een rol wc-papier vandaag. Alleen vandaag. Ja, het is geworden... Dingen in de koelkast... Dingen in de koelkast? Dieren. Oh. Dingen in de koelkast en dieren? Ja. Oh. Zo. Een judo-rang-joutang? Orang-joutang? Ja. Een achterhamster. God, ik zit te kut hier. Wacht even. Op. Ja. Weet je hoe dat komt? Even een technisch, voordat we naar mijn geniale grapje gaan. Je hebt gewoon tijd nodig, merk ik, maar oké. Ja, zeker. De kleuren op dit toetsenbord zijn anders dan de kleuren op het toetsenbord bij de 3FM. Ik maak hem niet. Wat is de kleurvolgorde bij jou, Pieter? Geel, blauw, rood, groen. Ja, hier is het rood, geel, blauw, groen. Ja, dat is niet te doen dus inderdaad. Want bij mij zit de drumrol op geel 1. En nu is dat lingo. Dus maar anders moet je tegen mij een kleurcode zeggen en dan ja, doe ik geel het. Geel 1. Goed bezig, Herman! Ja, maar dan nee, op mijn dat is toetsenbord. Dus fout. Ja, op toetsenbord van Rob. Willen jullie nog één keer achter elkaar de kleurvolgorde zeggen? Ik heb geel, blauw, rood, groen.
Ik heb geel. Nee, kut. Ik heb op mijn scherm iets anders dan hier voor mijn neus. Ik heb rood, geel, blauw, groen. Wat heb je op je scherm dan, Pieter? Ik heb op mijn scherm geel, blauw, rood, groen. Dat klopt gewoon hier. Dat is hetzelfde. Oh ja. Ja. Wisten jullie dat als je jullie kleurcombinaties achter elkaar aanzegt, dat er nu ergens in een klein kamertje in Amsterdam de Josti-band Oh When the Saints zit te spelen? Rood, geel, blauw, groen. Rood, geel, blauw, groen. Rood, geel, blauw, groen. Rood, geel, blauw, groen. Dat is echt waar. Rood, geel, blauw, groen. Rood, geel, blauw, groen. Dat is wel mooi. Dan kunnen ze meteen de 0909-1336 jingle spelen. Is dat hetzelfde? Ja. Dat meen je niet. Kom je nu achter? Ja. Na al die jaren. 1336. Ja, van je al rood, geel, blauw, groen. Zullen we die ook maken dat we die gewoon instarten? Goed. Ja, dames en heren, je kunt bellen naar de radio. Het nummer is rood, geel, blauw, groen. Moet je stickers op je telefoon. Rood, geel, blauw, groen. 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 Kom op. Waar hadden we dan ook weer? Dingen in de koelkast en dieren. En dieren, jij bent nog, ja. Een sladelaar. Als je dat nog leuker kan, stuur maar wat. Oh, dat zongen ze al. Eind vorige maand stonden ze in Paradiso. En stonden ze toen ook bij, toen stonden ze ook bij Frank in de studio. Een prachtige akoestische versie van Halfway staat nu op 3FM.nl. Balthasar hoorde je. En daarvoor nog Blanks, Sweaters op 3FM. Het twee categorieën spel. Met Rob van de Radio. Hele goedenavond, partij voor de vrijdag. Rob van de Radio hier vanuit mijn eigen huiskamer. Het is een beetje verkouden. En dan moet je van het RIVM thuis blijven. En dat heb ik maar gedaan. En behalve dat er nu dus ook een studio in mijn huis staat. Anders kon deze uitzending niet doorgaan. En dat vond ik dan weer een beetje te veel van het goede. Moet wel gewoon radio gemaakt worden. Of verkouden of niet. Alleen ja, als men dan wil dat je thuis blijft, dan maar even zo. Aan de telefoon ook ceremoniemeester Mark vanuit Eindhoven. Ceremoniemeester Mark! Hallo, goedenavond. Hallo, en Pieter de Bode in de studio in Hilversum. Pieter de Bode! Ja, goedenavond. We willen vandaag dingen in de koelkast en dieren in het twee categorieën spel. En dit zijn de eervolle vermeldingen. Sven, die zegt... Rijstepapagaai. Luc, die zegt... Een kaasgier. Kaasgier. Suzanne zegt, dat vind ik een leuk dier ook trouwens... Het pantoffelbiertje. Zie je, ga ik weer met mijn kleuren. Dingen in de koelkast en dieren. Kevin, puddingt vis. Mooi. Wow. Ah, mooi. Ja. Rick zegt een schildpaturin. Schildpaturin. Een Roel die zegt een vlama. Je zal hem erin hebben staan. Ja, zeker. Goedenavond. Oh, je bent hier open, word je in je gezicht gespuugd. Nou, dat is in deze tijden sowieso zo af te raden. Dingen in de koelkast en dieren. Maarten, een kolama. Ook zat ernaast. Ja. Brigitte, een wandelende taxi. Wandelende taxi. Ja, goed. Ja. Peter die zegt een mozzarella. Wauw. Nice. Mooi, Joost, dingen in de koelkast en dieren. Panda bier. Mooi. Goed. Mooi. Damir, een kakatoetje. En Jordi zegt nog een kangaroom. Kangaroom. Ja, wow. Kangaroom. Kangaroom. Is mooi ook. Kangaroom. 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 Oh, ik snap hem nu. Kangaroom. Ja, dat goed. Maar er kan er maar één de grappigste zijn en dat is Dusty. Goedenavond. Goedenavond. Jij hebt sowieso gewonnen de stickers en posters van Partij voor de Vrijdag. Oh, Pieter, zou je die in de studio even voor de camera willen houden? Want ik ben niet thuis. Heb je ze niet thuis, mee? Ik heb ze eventjes gepakt. Kijk, ik heb mezelf niet aan de muur hangen, Pieter. Mark. Het is poster en een sticker. Had ik wel verwacht. Kijk, dat is leuk, hè? Nee. Kijk, die, kun je dus, die heb je sowieso gewonnen. Dan kun je de partij steunen, Dusty. Ja. En meestal mag je grabbelen in een grabbelton van 3FM.
Maar vanavond ja. niet. Oh jee. Wist je dat al? Ja, toevallig wel. Oh ja, nou, voor de mensen die het niet weten, dan houdt dat toch even spannend, Dusty. Dusty! Jij hebt gewonnen en de waarde daarvan is inmiddels meer waard dan olie. Een rol wc-papier! Hey! Wat ga je ermee doen? Gebruiken op de wc. Hoe dan? Door af te vegen, denk ik. Ah, dat wil ik toch even horen. Ja, dat is toch even lekker. Goed idee. Robby. Ik wens je een fijn weekend, Dusty. Oké, dan hoef ik dus nog niet te zeggen wat het was. Wat zeg je? Moet ik nu nog zeggen wat het was? Kak. Ja, dat ging een beetje snel inderdaad, Rob. Oh, wauw. Oh, wauw. Ik ben helemaal vergeten dat je ook nog even de winnaar... Ja, dan zie je dan toch dat je dan in je eigen huis zit... dat er dan toch een paar dingen doorheen gaan. Ja, dat is daarvan. Holy shit, dit is wel echt bizar. Nou. Dusty? Ja. Hele winnende inzending vergeten, dat is echt dom. Dingen in de koelkast en dieren. Ajolifant. Oh, hoe kunnen we dat nou vergeten, hè? Ja. Jullie dachten er waarschijnlijk aan, ik niet. Nou, ik ook niet, hoor. Ik ook niet. Hetzelfde, hoi. Oh, man. Rij niet in de vangrail bij het horen van die stem. Ik ben kapot. Robby. Dat kan niet meer. Je weekend is begonnen met hem op 3FM. Robby. Ja, ligt niet alleen aan Marilyn, toch aan best wel. Quarter past midnight komt eraan. Nu is Fateless. Dit is weekend. Dit is Week of Mark op 3FM. It's a quarter past midnight as we cut through the city. Yeah, yeah, yeah. Bastille, quarter past midnight op 3 FM. De trapper van de week. En ja, natuurlijk fijn dat we Shangu Makoy naar het Songfestival sturen vanuit Nederland. Maar ik denk dat ik de winnaar heb gehoord en hij is niet. Ja, dat is een beetje zielig voor ons. Maar ja, je kunt toch eigenlijk bijna niet, statistisch gezien, niet twee keer achter elkaar winnen. En ja, de officiële inzending voor het Songfestival voor Rusland is bekend. En daar ben ik blij mee, jongen. Ja, dat is toch even die officiële muziek. Ik heb ze destijds helemaal plat gedraaid met hun doorbraak. Dat was Skippy D. Daar zal ik even een klein stukje van laten horen. En nu gaan ze dus meedoen aan het Songfestival Little Big. Een clipje is weer goed, super lijp, daar hou ik van. Het enige dat ze doen is in het Spaans tot 6 tellen. Maar als je dat leuk muzikaal verpakt, kan het zomaar award-winning zijn. En wat mij betreft zeker Little Big met Uno. Dat is ook de titel, is met recht deze week. De trapper van de week. Doe jezelf een plezier en zoek dat clipje op. Uno, Little Big, de inzending voor Rusland voor het Eurovisie Songfestival. De nieuwe trapper van de week. It's gonna take more than one margarita. Uno, uno. Wat een hit! Jeroen zegt, winnaar Songfestival 2020 Rusland. Ja, is ook zo. Ik denk het wel. Dit is zo crazy gek. Die clip staat ook echt helemaal nergens op. Daar zit een gast in, die doet allemaal moves. Dit dansje ook weer met die benen zo... Ja, ze staan stil en dan gaan de benen, de knieën gaan gewoon naar elkaar toe. Ja, het slaat helemaal nergens op. Maar dat is denk ik goed. Catchy. Je moet het, als je de eerste keer hoort, meteen kun je het meteen meezingen. Uno van Little Big. Zometeen dat nieuwe spelletje van vorige week maar weer eens proberen. Vals gespeeld. Radio Stilte op 3FM. Partij voor de Vrijdag presenteert. Hey! Vals gespeeld!
Ja, vals gespeeld is een nieuw spelletje op 3FM. Vorige week bedacht en het was eigenlijk wel geinig. Behalve dat het natuurlijk een enorme teringherrie is. Je moet raden welk nummer er zometeen vals wordt gespeeld. En dan moet je bellen naar 0909-1336. En als je het goed hebt, dan win je dat die uitgaat. Dat zou voor ons ook wel lekker zijn, want het is echt vaak niet om aan te horen. Tenminste, vorige week al niet, dus ik hou mijn hart vast wat het allemaal weer is. Dus ga vast klaarzitten, 0909-1336. En als het fout is, dan gaan we gewoon naar de volgende beller. Pieter de Bode. Ja. In Hilversum. Jij doet de telefoontjes, dus dan moet je me even aangeven als er weer iemand belt. Ja, ga ik doen. Zo, ik moet echt hoesten, daarom zit ik ook thuis. Wacht even. Zo, hallo. Het is op zich wel fijn dat je daadwerkelijk daarvoor thuis zit en dan ook moet hoesten, want anders was het voor niks geweest allemaal. Ja, precies. En dat ik hier thuis hoest en hier is helemaal niemand. Oh, wacht eventjes. Is er ook helemaal niemand van techniek of zo? Niks? Nee. Hallo? Anders zit ik hier aan te steken. Ja, dat is wel waar natuurlijk. Nee, hier is letterlijk helemaal niemand. En ik mag wel eens een keer een schilderij ophangen. Ja, dat is wel waar, ja. En Ceremonie Meester Mark, die is er ook nog. Ceremonie Meester Mark. Ja, en hier is ook helemaal niemand. Nou, jongens. Maar dat is meestal op vrijdagavond, hè, Mark. Ik heb een verrassing. Nou? Ik kijk zo eventjes om me heen. Hier is ook helemaal niemand. Ja, de galm, die heb ik hier niet. Ja, ik heb ik zelf. Gewoon. Ja, precies. Ja. Ik kan dus zometeen ook even naar de badkamer lopen, want ik heb ook een wandelmicrofoon. Daar heb ik al helemaal galm. Goed, zullen we gaan luisteren naar het fragment voor vals gespeeld? Nou, laten we het niet doen. Nee, liever niet. Maar ja, het is nou eenmaal een spelletje. Dus bel vooral als je weet wat dit is. Partij voor de Vrijdag presenteert. Hey. Vals gespeeld. Doe maar, 0909-1336. Wat hoor je hier? Er belt iemand. Oh, er belt iemand. Hallo, met de radio. Ja, goedemiddag meneer Rob. Dag, is het... Met wie spreek ik? Met Rolf. Dag Rolf, weet je wat het is? Ja. Una Blanca of zoiets, hoe heet die van George Baker? Una Paloma Blanca? Ja! Nee, Rolf, dat is niet goed, ik ga snel door naar de volgende! Rolf, dat is helemaal fout! Oh, dit is... Una Paloma Blanca, hoe kom je daar nou bij? Ja, weet ik, dit is nog niet op een aantal weer jongens. Iemand, hoor. Er zijn heel veel mensen die bellen ja, nu. Hallo! Ja, 0909-1336, met wie spreek ik? Ja, hallo! Hoi, met Jur. Jur, zeg het maar. Ja, het is starttrekking van de firm. Nee, dat is ook niet haal ons nou uit de verlossing, jongens. 0909-1336. Vals gespeeld, ik kan dit niet aan. Ja, zeg het maar. Ja, met wie spreek ik? Ja, met Piotr. Piotr, zeg het maar. Nou, ik denk dat dit Dance Monkey is. Van? Van? Van wie? Van Tones and I. Oh. Yes! Oh. We hebben hem binnen! Zo, hij is uit, zeg hé. We hebben gewonnen. Ja, niks dat hij uit is. Mooi! Dat is wel even lekker, toch ook? Houden we. Houden op, Jan, bedankt! God, ja, als je wil kun je nog een wc-rol krijgen. Stuur me dan op. Ja, nou, Jan, zo goed. Ja. Ik heb toch genoeg. Nou, zeg dat maar niet aan. Nee! Nee! Dit is 3FM, vrijdagavond ook oude muziek kun je ontdekken. Dit is Queen. Queen, another one bites the dust. Vrijdagavond, oh, daar had ik de hele week al zin in. Even lekker Queen draaien op de radio. Ook oude muziek kun je ontdekken, music starts hier. Zometeen de ingekomen stukken. Pieter de Bode, die zit er klaar voor. Alles wat er onder de YouTube-video is binnengekomen. Eerst King Princess op 3FM, dit is Ohio. Has it been in Ohio? Do you think about King Princess at 3FM en Ohio? Partij voor de Veilige Zon. Zet That hem. Was a good one. Ja, zeker. Zet hem daar, meneer. 3FM. Partij voor de Vrijdag. Rob van de Radio. En... Ceremonie Meester Mark. Ja, hallo. Ik zit in Eindhoven. Ik zit in mijn eigen huis in Hilversum. En in de studio in Hilversum van 3FM, daar zit... Pieter de Bode. Ja, hallo daar. Dit programma is ook een YouTube-programma. Iedere maandag om 4 uur 's middags is het online. En daar kun je reageren en, in de comment-sectie. En
Die reacties lezen we dan voor in het volgende radioprogramma en YouTube-aflevering van maandag 4 uur middags. Snap je het nog? Ik wel. En de ingekomen stukken. Pieter de Bode, jij bent nou eenmaal de Bode. Pieter de Bode! Ja, wat is er binnengekomen onder de YouTube-aflevering van vorige week? Nou, ik ben even aan het kijken. Wacht eventjes. Het is een beetje druk, maar het komt helemaal goed. Juri die schrijft, beste Rob, Mark en Pieter. Jullie maken nu al sinds oktober 2018 met elkaar dit programma vanuit de 3FM-studio. Zouden jullie niet een keer de uitzending willen verzorgen vanuit een andere locatie? Ja. Wie heeft je erin gestuurd, Nostradamus? Hij is van Juri en hij zegt, welke locatie hebben jullie dan voor ogen? Nou goed. Ik zou heel graag een keer mijn eigen huiskamer Dat zou ik nou ook wel eens lekker vinden. Dat is echt leuk, joh. Maar wanneer is dit gedaan? Dit is niet van net. Nee, dit is van, even kijken hoor, daar kan ik... Dat kan ik opzoeken namelijk. Hier, 2 dagen geleden. Juri Brouwer. Ja, goed. Ja, en we wisten pas gistermiddag dat we thuis moesten blijven als je verkouden bent. Nou, daar ben ik. Dit was aanstellen. Nee. Echt niet? Nee, ik heb gewoon kriebelhoest en dat gaat overal dwars doorheen. Oh, oké. Okay. Maar ceremonie is te maken, want het gaat nu over wat je zou willen doen. Jij hebt aan het begin van dit programma gezegd, ik ga stoppen bij Partij voor de Vrijdag, want ik word opleidingscoördinator van de NPO. En dan mag je eigenlijk niet ook ergens op de radio zijn, wat ik ook begrijp. Ja. Echt een leuke kans, moet je echt doen. Maar wat is er nog iets, want je bent nog een paar weken in het programma. Zijn er nog dingen waarvan je denkt, nou, dat zou ik echt nog wel een keer willen doen? Ik zou nog wel eens een keer, maar dat wordt op dit moment vrij lastig, ben ik bang. Een themapark naar keuze in Nederland radio willen maken. Ja, ik snap het. Maar even gewoon. Oh ja, oké. Okay. Ja, nee, dat kan niet. Nee. Dan moet ik echt even. Ja, dat was mijn idee, maar dat gaat niet op natuurlijk. Verder geen wensen. Oh, mag ik erover nadenken? Nee, natuurlijk. Ja, laat dat volgende week even weten. Daar ga ik over nadenken. Nou. Daar kom ik volgende week op terug. Geinig. Houd het kort. Is er nog meer, Pieter? Jazeker. Martijn zegt, ik heb een vraag aan jullie cameraman Vince. Ja. Het is een technische nerdvraag. Oh. Maar het probleem is een beetje, Vince is ook ziek. Ja, Vince zit ook ziek thuis. Dat klopt. Ja. Misschien moeten we even bellen. Een muur aan het filmen. Moeten we Vince bellen? Ja, even bellen. Als het een vraag is voor Vince, dan moet het meteen even afgehandeld worden. Oh, dat zou wel handig zijn. Ik weet niet of hij opneemt, want hij zit natuurlijk weer snoeihard te gamen. Ja, dan kan hij is ook een luisteren. Ik sprak hem net even. Oh, echt? Had je met hem gebeld? Dus beter neemt hij op. Ja, dat zou wel mooi zijn als hij dat even doet. Even kijken. Zit jij de app onder het werk, Mark? Ja, nou, hij heeft mij. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, vooruit. Die is ook leuk, maar die zit ook in Hilversum. We hebben een Hilversumse driehoekverbinding hebben we dan. Even kijken. Ik weet niet of hij opneemt, hoor. Maar probeer het gewoon, hè. Nee. Wat? Oh. Hi. Hey, ja, Vince. Precies. Dit is vast een voicemail, of niet? Sorry. Ik zat net te luisteren, dus nou, ik verwacht al een belletje. Geinig zeg, jij zit thuis, ik zit in Hilversum, jij woont in Hilversum. Ik zit hem even dicht hoor, wat herrie joh. Nee, laat het openstaan. Zo, hebt het echt. Nou, daarom zit ik dus thuis. Heb je een bankstel, Vince? Ik heb een bank. Hoezo? Nee, en gordijnen? Nee, wel rolgordijnen, is dat goed? Oh, nee, is ook goed. Ja, dan moet je wel nieuwe kopen daarna, maar prima. Oké. Ik kan er niet in de wasmachine. Nee, er wordt een heel gordijn straks. Ja. Ja. Ik snap hem. Zeg Vince, er is een vraag in gekomen stukken. Oh ja. Oh, die had ik. Nou. Wacht even. Ja, Pieter de Bode die heeft die bij elkaar gevonden onder de YouTube-aflevering vorige week. Ik heb nog nooit zo hard hoeven werken hier. Weet je eens wat ik allemaal doe iedere week? Technische nerdvraag voor jou, cameraman Vince. Hij zegt, waarom film je met zo'n klein Sony-cameraatje en niet met een Sony PXW FS7? Pioe. Nou, dat zou ik wel willen. Maar die heeft 3FM niet. Einde. Dus dat. Nou, ik ben blij dat jij er even van hebt. Goed, dat vind ik even de onderste steen boven hiervan. Jongen. Okay. We moeten door, want ik ga zo meteen nog even proberen om Star Trekking te draaien. Maar Vince, dankjewel en beterschap, jongen. Ja, dankjewel. Fijne show verder. Dag, Vince. Doei. Hoi. Later. Joe. Is er dan nog iets anders? Ja, zeker. Gerard die zegt, is het echt Olepa? Ik versta altijd, of ga je het online pas zien? Oh, hij heeft het over een van de eerste jingles van dit programma van Feest DJ Maarten. Ja, dat klopt. Daar is trouwens een antwoord gekomen. Oh, je gaat hem draaien. Ja, even luisteren. Ja, okay. Wat zeg je, er is een?
Er is ook een antwoord op gekomen. Daar zegt Tom, nee, het is echt Olepa. Want hij denkt dat het online pas te zien ja. is. Ja. Je luistert naar de radio. Het is best wel een aparte show. Op vrijdag tot een uur of tien. Of ga je het Olepa zien? Nee. Het is echt Olepa. Ga je het Olepa zien? Ja, Tom zegt ook nee, het is echt Olepa. Gerard heeft dan op de samenvatting van een dag later heeft hij weer gereageerd met ik blijf erbij dat het of ga je het online pas zien is in plaats van Olepa. Ja, Gerard, dat is lullig om dat nou zo te moeten zeggen. Maar. Ik kan toch nog even één keer luisteren. Yo, het is best wel een aparte show op vrijdag. Vrijdag tot een uur of tien. Of ga je het online pas zien? Olepa zien. Olepa nee. zien. Nee. Nee, dat is gewoon Olepa. Als je nog een vraag hebt, zet het onder deze video. Kom we volgende week bij je terug. Vrijdag. Volgende week vrijdag. De week die is weer voorbij. Dan is de week weer voorbij. Vrijdag. En we zijn weer van de partij. Iedereen is buiten zin. Het weekend dat gaat beginnen. Vrijdag is vrij. Rob van de radio met de vrijdagavond. Ik zit in een lege woonkamer te klappen. Vrij. Dat toch even gezegd hebben. Als het even kan. Of je nog wat harder kan. Vrijdag. Ed Sheeran en Chance the Rapper en Cross Me op 3FM. Ik ben Rob van de Radio vanuit mijn eigen huiskamer, want ik ben een beetje verkouden. En ik ga zo meteen, nu eigenlijk, proberen om Star Trek in te draaien, om dit nummer te draaien. Is van The Firm. Ik zal even een klein stukje laten horen. Waarom het zo'n goed liedje is. Gaat de radio op als er niemand belt naar 0909-1336 binnen nu en 33 seconden. Als dat wel iemand doet, is dat het wel iemand belt, is dat het enige dat telt. En dan mag je zeggen wat er op de radio moet komen. Dan heb ik in ieder geval de kans gegeven, maar doe het vooral niet. Want ik probeer dit al een jaar of vier, dus ik wil het graag niet. 20 seconden nog op de klok. En 16 nog, 15. Ik zou kunnen zeggen, ik zit thuis, dus ik zie het niet. Nog 9 seconden. Ah, kak. Hallo, met wie spreek ik? Hallo, met Pjotter. Hey Pjotter, ben je er weer? Ja, daar ben ik weer. Heb je net een 2-categorie-spel gewonnen? Een 2-categorie-spel? Nee, vals gespeeld. Ja, vals gespeeld gewonnen. Je bent blij dat je in godsnaam dat liedje hebt uitgekregen. En je gaat nu proberen een liedje aan te krijgen. Waarom? Wat is er nou mis? Wat wil je horen eerst? Wat wil je horen? Ik wil Ali horen van Normaal. Ali van Normaal? Ja. En wat is er mis met die Star Trek in plaat dan, in godsnaam? Star Trek? Ja, die plaat die ik draai. Je moet ook heel even je radio uitzetten, want dit wordt één grote galmbak. Ik snap dat iedereen mee wil luisteren, maar... Heel goed. Hey Pjotter, Ali van Normaal? Ja. Waarom? Oh ja, vind ik gewoon lachen. Altijd als ik er tegenkom, van git minder rikken tegen bommer de bom. Geen Star Trek in order en die koos voor Normaal met Ali. En weer verlaat een tevreden klant het pand. Ze hebben aangekondigd 11 april, dan gaat er onze grootste show ooit komen met Juza Audio op 3FM. Nou, ik hoop het voor ze, als dat maar goed gaat. Ik denk, als ik toch in mijn eigen huis uitzend... Dan kan ik net zo goed even naar de keuken lopen om een kopje koffie te zetten. Is dit serieus? Ja, ik had zin in. God. Even de... Jongen, jongen, jongen. Even mokkie om spoelen. Zo. Oh, je moet nog helemaal ook? Nee, je moet even... Ik vind, anders moet je het uit de vaatwasser doen. Dan kun je best oude mokkie kun je best omspoelen. Even omspoelen is ook zo. Ja, natuurlijk. Maar koffie maakt alles dood. Ja, dat is wel zo. Nee, ik vroeg me af of jij wat voor koffiemaker jij bent. Heb jij een apparaat staan daarvoor? Of hoe gaat dit?
Nee, ik knars dat koffiebonen tussen mijn tanden. Wat is dat nou voor domme vraag? En dan laat ik water stromen uit de kraan in mijn navel. Dan wacht tot het warm is. Ja, maar echt. En dan maak ik... Ik heb gewoon een koffiezetapparaat, maar Pieter, ja, hoezo? Je hebt toch allemaal verschillende cupjes. Ik ben geen koffiedrinker, jongens. Ik weet niet. Nee, ik heb een... hoe heet dat ding? Met cupjes. Hoe heet die plaat ook alweer? Waar die stoomboot in zit. Piep, 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 waar die stoomboot in zit. Losing it. Zo, ik heb een Fisher Losing It apparaat. Luister maar. Gaan van die ijzeren cupjes in. En daar komt heerlijke espresso uit. Breng je dan netjes naar de recycling altijd natuurlijk. Dat zij eigenlijk moet. Ik begreep dat later pas, dat je die moet verzamelen. Oh, dat wist je. Die mag niet bij het restafval. Nee. Tenminste, dat mag wel, maar je kunt ze ook laten recyclen. Ja, dat is beterder. Drink je nou uit de papier? Het klinkt alsof je een papieren bekertje eronder hebt staan. Nee, dit was een mok. Oh. En die, dat is toch lekker zeg. Zal ik jullie even mijn huis laten zien? Ja, maar dat is lastig, want tot nu toe zie ik alleen maar gewoon de plek waar je zat. Ja, de hele tijd. Ik loop nu de trap op. En dan kom je bij een, dat is misschien wel geinig, bij een schuifdeur. En dan heb je hier de overloop. Tom Model zong er al over. Op de overloop. En hier heb je een kamer. Daar staan allemaal props in. Om dingen te filmen. Dat is hartstikke leuk. Dan heb je er nog een met strijkbout. En dit is de... Dat is misschien wel geinig. Dit is de badkamer. Ah, nou hoor ik het opeens. Dat is geinig toch? En dan heb je gewoon een kraan. Dat is handig. En een bad. En een... Een douche! Nou, dat heeft ook niemand, hè, thuis. Waarom zet je je douche aan? Ga je douchen nu ook? Het is toch radio? Kun je het even horen? Oh, ja. Dacht misschien wel geinig. Oh! Wat? Ach, kut, dat kan niet. Nee, ik ben nou bij mijn bed. En dat is natuurlijk wel... Dat is wel, ja! Ja! Dat is wel je droom om een keer vanuit bed een plaat aan te kondigen. Oh, doe dat eventjes. Oh, ja. Dan draai ik die plaat wel van een vierde kant, toch? Oh, dat is goed. Ja, dan moet je ook even de kop erbij pakken. De kop? Ja. Welke kop? Oh, gewoon of een andere plaat. Ik dacht dat we naar de feestbender gingen. Oh, nee, natuurlijk. Oh, die heb ik hier nog. Hier moet ik even pakken dan. Wacht eventjes. Nee, ja. Dat kan toch? Oh, dat is goed. Jordi, hoe vaak krijg je die kans? Nee, daarom. Oh, dat ga ik doen, zeg. Ja, wacht eventjes, hoor. Met de gordijnen, zal ik de gordijnen open doen of dicht? Ik weet niet wat je nog meer gaat doen tijdens die plaat. Nou, dan moet ik terug naar de bank. Ja, maar... Nee, hallo. Even kijken, lampengast. Oh, dat is wel echt goed. Hij staat gewoon in de uitzending, map. Ja, weet ik. Oh ja, dan moet je... Oh ja, feestbender komt. Zo, de feestblender. Oh, wacht even, die moet ik ook hebben nog. Meester Mark zit in Eindhoven, die is ook verkouden. Je moet thuis blijven. En ik loop door mijn huis in Hilversum. En daar staat een radiostudio en een mobiele microfoon. Oh, wacht eventjes. Mark is net eventjes weggevallen. Dat gebeurt ook niet. Bel ons even, Mark. 09. Nee, dat is niet handig, want dan gaat iedereen naar... Belt. Ja, precies. Wacht eventjes, hoor. Oh, hij zit op maximaal 2 uur natuurlijk. Dan is het gedaan, hè? Oh, dan gaat de telefoon uit. Ja, ja dat gaat allemaal lekker, Pieter. Ja, het gaat eigenlijk best wel oké. Okay. Wacht eventjes, hoor. Nee, neem je tijd. Je moet vaak je handen wassen, hè? Nou, daar heb ik nu eventjes geen tijd voor. Nee, ik ga even mijn handen wassen. Onder de douche? Nee, ik heb de godsamme gewoon een wasbak, een kraan heb ik. Onder de douche. Zo klonk het eventjes. Even kijken, Markie. Nee, niet onder de douche natuurlijk. Heb je die kop al en de faceblender? Want... Ja, ik heb... Ja, oh, daar hallo. Is Markie. Zo, paniek. Ik dacht al, wat is hij lekker stil. Maar goed. Ja, was ook voor het eerst. Nee, ik was even weg, sorry. Ik heb trouwens ondertussen wel die kop in die faceblender, hoor. Dat lukt wel. Oh, wat denk ik. Ik heb niet meer in mijn hoofd... want mijn telefoon is ook beneden met het draaiboek. Ik heb niet meer in mijn hoofd wat dan allemaal in die faceblender zit. Misschien kun jij dat heel even nog noemen? Ja, dat mag Mark ook doen, maar ik heb het hier voor mijn neus. Ja, Noise Cartel met Stationair Deze Dagen. Ja. Praise Cat, Shine On Me, ik ken hem allemaal wel natuurlijk. Ja. En Coon & Ruthless met We Don't Care. Oh, precies. Nou, dan ga ik nu even op bed liggen. Dan ga ik 1, 2, hop! Oh. Is hij inmiddels naar zijn bed? Dan moet je hoe uitleggen. Grappig is het om je werk te doen vanuit bed, Mark? Nou, geen idee, ik ga het proberen. Nee, doe dat vooral ook. Nou, wacht even tot Mark ook in bed ligt. Ja, dat vind ik wel lekker. Oh, dat is lekker. Mag ik dan op Radio Freak met Rob Jansen verdient geld vanuit bed? Ja, maar daar zijn meer beroepen van. Dat is niet bijzonder. Nee, dat is waar ook. Ja, dat is waar. Het oudste beroep van de wereld, hè, jongens. Maar nou, ik lig hoor, zo lekker. Waar ga je mee op stoppen met praten? Nee, je hoort wanneer het. Oh, dit is goed. Ja, het is lekker, hè? Ja, ik heb zo'n opa-bed waarvan je rug en je voet omhoog kunnen. Dat gaat opa even doen. Oh ja. Nee, ik lig helemaal plat. Sterker nog, ik ga ook even zo onder mijn deken liggen zo. Ah, jongens. En dan zeg ik 2 platen na 9 op vrijdagavond.
Jordi, Gert-Jan en Ricky. Als je denkt, ik ga met een boekje in een hoekje zitten, dan is dit niet je moment. Ze breken heel de hut af, iedere vrijdag, met de Vrijdag Feestblender. En vanavond is dat er een waar je U, A, O, E en I tegen zegt. De Vrijdag Feestblender. Ik heb stiekem iets gedaan, dus ik kan niet stilstaan. Ik blijf gaan, ik blijf gaan. Ik heb stiekem iets gedaan, dus ik kan niet stilstaan. Ik blijf gaan, ik blijf gaan. Ik heb stiekem iets gedaan, dus ik kan niet stilstaan. Ik blijf gaan, ik blijf gaan. Ik heb stiekem iets gedaan, dus ik kan niet stilstaan. Ik blijf gaan, ik blijf gaan. I remember the day I first heard electronic music. My heart got hooked on 4x4 beats. I don't care if it's French tech. I don't care if it's hard style. I don't care if it's hardcore. I don't care if it's old school or jump. I don't care if it's French tech. I don't care if it's hard style. I don't care if it's hardcore. I don't care if it's old school or jump. Jump, you name it. Jump, you name it. Oh. De Lampengast, de Vrijdag Feestblender. Oh, ik ben kapot. Ik heb hier ook de lampen even op disco gezet. Zo. Live vanuit de huiskamer. Jordi, Gert-Jan en Ricky, de Lampengasten met Noise Cartel, Stationair deze dagen. De Pacecat, Shine On Me en Coon & Ruthless en We Don't Care. Check het in de podcast van Partij voor de Vrijdag als je terug wil luisteren. En als je dat nu aan het terugluisteren bent, blijf dat lekker doen. Zometeen gaat de telefoonlijn weer open.
De opneemgarantie die... Oh, dat is allemaal verkeerd. De opneemgarantie die is terug van vakantie. Dus bel 0909-1336. Je kunt ook een appje sturen via de app van 3FM. Dan kom je in het Bel Me Wel register. Maar bel ik je gratis en voor niks terug. Wat wil je zeggen tegen iedereen die luistert? Kom maar door. Celeste eerst op 3FM. Dit is Stop This Flame. Celeste en Stop This Flame op 3FM. En hij gaat weer even open hoor. De telefoonlijn, de openlijn, de weekendlijn. De lijn die ongecensureerd is en waarin alles mag en alles kan. 0909-1336. Als je de groeten wil doen of je wil ergens over klagen. Of je wil gewoon iedereen een heel prettig weekend wensen. Dat kan, het mag. Ja, ik heb eigenlijk weinig dat niet mag. Behalve echt hele zware mensen beledigen. Of mensen beledigen. Of zware mensen beledigen. Of mensen zwaar beledigen. Er staat een Hilversum. Jij doet de telefoon. Zijn er nou mensen die hebben gebeld? Ja, er zijn een heleboel mensen aan het bellen. Maar er is bijna niet doorheen te komen. Zoveel zijn het er op dit moment. Hallo, met wie spreek ik? Iemand met de radio aan in ieder geval. Hallo, doe je radio uit en zet je telefoon aan. En zeg hallo. Met Carlo. Carlo, met Rob, zeg het maar. Hoi. Met dat coronavirus, dat gedoe allemaal. Ja. Ik denk dat ik het de oplossing heb. Vertel. Waarom zetten ze in de ziekenhuizen niet de temperatuur op 30 graden? Dan gaat dat beest gaat vanzelf weg, toch? Of niet? Ja, ze zeggen dat met beter weer dat het dan wat minder gaat heersen. Ja, beter weer. Maar waarom doen ze die temperatuur in die ziekenhuizen dan niet hoger? Dan zijn we er van alles vanaf. Ja, ik ga het doorgeven aan het ziekenhuis. Dankjewel. Prettig weekend. Hoi. Alles mag, alles kan in de open lijn. Ik ben Rob, wie ben jij? Goedenavond. Joppie! Hey, met wie spreek ik? Je spreekt met Nick en je spreekt met Anke. Nick en Anke, wat kan ik voor jullie doen? Jullie bellen naar de open lijn. Ja, ik vraag me af hoe lang het nog gaat duren eigenlijk. Want ik ben artiest en mijn vriendin ook. En we zouden overal nergens eigenlijk moeten draaien de aankomende maanden. Maar alles wordt gecanceld. Je bent artiest? Dat is een beetje jammer. Je bent artiest? Ja. Wat doe je voor artiesten dingen? Ik ben DJ. Oh, je bent DJ, wat goed. Ja, nee, precies, alles is gecanceld. Ja, dat is een beetje jammer, dus we gaan nu maar corona op de bank drinken. Ja, precies, ja, tot eind van de maand in ieder geval dan. Ja, precies. Nou, prettig weekend toch nog. Ja, eens gelijk. Prettig weekend. Prettig weekend. Partij voor de Vrijdag, dit is de open lijn, de opnemergarantie, die staat aan. Mijn naam is Rob, en wat is jouw naam? Hey, Rob, met Steven. Steven, zeg het maar. Hey, ik heb eigenlijk een heel leuk nieuw plaatje voor je. Wat leuk zeg. Ja. Vertel. Dat is namelijk mijn eigen band. Wij hebben 2 weken geleden... Meteen zelf pluggen, ja heel goed. Je eigen band, vertel. Ja, 2 weken geleden hebben we onze eerste single uitgebracht. Ja. En vandaag hebben we de videoclip uitgebracht op YouTube. Leuk. En wat is de naam van de band? Wij heten Joy Killed the Duke. Joy Killed the Duke. Pret vermoorde de Duke. Hertog? De keizer? Nee, de hertog. Ja, de hertog. Ja. Would You Still Like Me? Klopt. En hoe heet de plaat? Het nummer heet Would You Still Like Me. Ja, dat was een grapje. Oké, laten we dan in ieder geval... En, zal ik dan een klein stukje draaien of van waar dit telefoontje? Graag. Dat dan wel, hè. Dat is het liefst toch even de vraag. Laten we even een stukje luisteren dan. Vandaag de videoclip. Wat gebeurt er allemaal in de videoclip? Het verhaal is eigenlijk dat iemand zich vraagt of iemand nog elkaar leuk vindt als ze sober zijn. Als ze niet meer gedronken hebben. Juist. Jij zingt dit niet, denk ik. Nee, ik ben de bassist. Ah, jij bent de bassist. Ah ja, precies. Nou, dat is... ik spoel heel veel naar het refrein als je niet erg vindt. Het lijkt een beetje op, wat lijkt dat erop? Ja. Ik weet het niet, Rob. Nou, ik vind het wel lekker eigenlijk.
Ja, cool. Nou, Joy Kills, The Duke, Would You Still Like Me. En Steven, een prettig weekend. Ja, yo, hetzelfde. Lijntjes. Ik ben Rob, goedenavond, Partij voor de Vrijdag. Dit is de open lijn met de opneemgarantie, zeg het maar. Goedenavond. Goedenavond, met wie spreek ik? Goedenavond, met Jur. Jur, hey, daar ben je weer, zeg het maar. Ja, ik wil even zeggen dat mijn werk niet doorgaat. Wat doe je voor werk? In de horeca. Oeh, dat is wel kut. Ja. Wat doe je in de horeca? Ja, ik ben kok. Ja. Heb je een bankstel? Wat zeg je? Heb je misschien een bankstel thuis, Jur? Ja. En, belangrijke vraag, tweede vraag. Heb je gordijnen? Nee. Niet? Ai. Nou, dan... Ja. Ik heb wel een kamer. Een losse kamer waar je in kan zitten. Maar dan moet de bank daarheen. Of ga je dan op de grond zitten? Ja, in mijn kamer, zeg maar. In de bankstel. Oh ja. Ik zei net, ik doe nog twee lijntjes, maar dit duurt nu al zo lang. Je bent de laatste hier. Maar wat zit er in? Is dat een lege kamer of staat er nog iets in? Ja, mijn bed en zo. En, ja. Oh ja. Maar het probleem is, ik heb helemaal geen geld. Nee, maar waar heb je geen geld voor nodig, hoor, Jur? Ja, nee. Nee, maar ik bedoel... Misschien voor een beetje internet, maar... dat kun je gewoon gratis doen. Dat is helemaal geen probleem. Ja, maar ik bedoel, standaard vastgelasten. Oh, kut. We maken er nu een grapje van, maar je kunt wel. Kun je de huur nog gaan betalen, Jur? Nou, gelukkig geworden bij mijn ouders, maar ik wil mijn abonnement en zo. Oh, sorry. Nee, mag niet om lachen. Nee, is wel kut. Ja. Waar ben je allemaal op geabonneerd? Ja. Mijn telefoonabonnement en een sportschoolabonnement en een andere abonnementen. Ja, nee, het zijn vaak wel dat soort dingen die dan. Die dan kans maken om opgezegd te worden. Is er een van die dingen waarvan je denkt, daar kan ik wel zonder? Sportschoolabonnement. Ja! Ik wil het zelf niet zeggen, maar... ja, die heeft dat... Dit is Rob van de Radio. Met een hele vette show. 3FM staat op zijn kop. Als echt een klop, de tijd is op. Nou, Jur, ik wens jou toch een fijn weekend. Ja, hetzelfde, prettig weekend. Laat ze maar praten. En misschien is het wel snel voorbij. Ik heb het heerlijk naar mijn zin. Ik heb het heerlijk naar mijn zin. De sfeer die zit er prima in. De hele tijd staat op zijn kop. Als echt een klop, de tijd. Snow Patrol komt eraan, Jason Kraas. Nu is Biffy Clyro op 3FM, Instant History. Dear God, adjust my dreams for me. Hey Robbie, fijn weekend jongen! Als je hem ook nog erbij ziet, dan zie je die bezweten kop en het grote gebit. En dan zie je hem er helemaal voor gaan. We'll do it all, just forget the world. X-Mega heet Snow Patrol, Chasing Cars. En daarvoor nog Instant History van Biffy Clyro. Even zitten zeg. Hey, kwart voor tien. Goedenavond, vrijdagavond, Partij voor de Vrijdag. Rob van de Radio hier, live vanuit mijn eigen woonkamer. Want ik ben een beetje verkouden. Nou, ik zit hier alles bij elkaar te hoesten. Het is maar goed dat je tijdens de muziek niet kan horen. Anders had je gedacht, nou, dan zet ik zelf even wat aan. Ook thuis in Eindhoven, ceremoniemeester Mark. Ceremoniemeester Mark! Ja, hallo. Hoe gaat het? Ja, het gaat op zich goed. Ja, kijk, weet je wat het lastige van dat hele corona-ding is? Dat ik heb niet... Normaal gesproken zou ik met wat ik nu heb gewoon komen werken. Ja, ik ook. Ja, het is een klein hoesje en een klein niche af en toe. Maar je wil ook niemand aansteken. Dus, maar op zich gaat het gewoon goed. Ja. Nee, en als RIVM zegt, je moet thuis blijven als je lichte klachten hebt. Dus je moet hoesten. Je hoort me onderdrukken. Ik heb echt kriebelhoest. Het kan ook griep zijn gewoon of zo. Of gewoon hoest. Maar je kent ook wel zo'n collega. Iedereen kent wel die ene collega die altijd ook al thuis blijft als hij verkouden is. Ja, precies. Dat je denkt van, hallo. Ja. Kom nou gewoon naar je werk. Ja. Je bent verkouden. Doe niet zo moeilijk. Ivo. Klopt. Ja, maar ik moet al die talen doen. Ja, nee, ik weet het. Ja. Nou.
Ja, ik snap het. Nee, nee, precies. Maar dat wil je niet zijn. Maar dat ben ik ook niet. Want als het RIVM zegt... Ja, God, nee, precies. Maar dat wat je normaal gesproken zou je dus zo voelen in zo'n situatie. Maar ja, dat is nu niet. Want RIVM zegt, jongens, blijf echt thuis. Niet meer stunten. Kijk, en ik zou het ook, zou je kunnen zeggen... God, Rob, stel je niet aan. Ga in de studio zitten. Er is toch niemand bij... maar goed, ik kom wel mensen tegen en ik zou het dan stom vinden... als ik dan op de webcam allemaal zit te hoesten en niezen... en terwijl het advies is blijf thuis, wie ben ik dan om dan niet thuis te blijven? Maar hoe ga je dat de rest van de tijd doen ook? Vannacht tussen 2 en 4 komt deze uitzending ook vanuit mijn huis. Echt waar, joh? Daar zullen de buren blij mee zijn. Ja. Gelukkig ga ik heel rustig bellen met allemaal mensen. Dus het wordt hartstikke leuk. De telefoonlijn staat open. En morgenmiddag en overmorgenmiddag, zaterdag en zondag, tussen 12 en 2. Gewoon radio op een broodje, ook vanuit de huiskamer. Maar als ik me zondag beter voel, als ik geen klachten meer heb... Volgens mij als je 24 uur geen klachten meer hebt, dan mag je je huis weer uit. Oh, dat is wel tof. Dan doe ik dat. Maar tot die tijd. Nou, en dan hoop ik dat ik niet volgend weekend weer helemaal dit hoef te doen. Want dit is wel echt onzin. Nou ja, het is geen onzin. Nee, het is geen onzin, maar het. Nee, ja, Rob, jij bent op zaterdag en zondag... We hebben natuurlijk lang samengewerkt die zaterdag en die zondag. Jij bent er normaal gesproken altijd al om 11:45. nu ben je gewoon al thuis. Ja, nu ben ik eigenlijk al. Ja, ja, je bent nergens heen. Ga ik om 11:30 ga ik op deze stoel zitten wachten. Maar daarover gesproken, heel eventjes. Want Mark, je zegt het wel eventjes zo en passant. En we hebben het er eigenlijk vrij weinig nog maar over gehad. Maar jij gaat gewoon weg. Mark gaat weg. Nee, we hebben het meer dan genoeg over gehad, toch? Oh. Oh. Nou, je gaat luisteren naar... Nou, doe. Ja, sorry jongens. Ja, het is wel... Kijk, dit programma heeft natuurlijk niet zo lang gelopen. Hoe lang heeft het programma gelopen? Het programma blijft ook gewoon bestaan. Ja, tuurlijk. Maar zonder Ceremoniemeester Mark. Ceremoniemeester Mark! Ik neem aan wel aan dat je die naam gewoon blijft voeren. Ja, nee, uiteraard. Ja, hoor. Als je opleidingscoördinator bent van de NPO. Weet je dan. Hallo, met Ceremoniemeester Mark. Ja, met Mark. Ja. Nee, dat klinkt niet. Van alle markten thuis. Nee, maar ga je wel missen, Mark. Zeker, dat wordt een ding. En dan moeten we op zoek naar de nieuwe... Wat is er? Zullen we een talentenjacht organiseren? Ja! Ik heb altijd al een keer in de jury willen zitten. Stuur een filmpje op met dat jij denkt dat je de nieuwe ceremoniemeester Mark bent... naar rob@3fm.nl gaan we ze volgende week doornemen. Oh, wat een goed idee. Oh, dat is leuk. En ik zou het ook waarderen als je dan zo'n waardeloze visual... op een A4'tje kalkt, zoals wat Mark nu gedaan heeft op zijn bank. Kijk nou, hallo. Er is wel moeite gestoken, maar de vraag is hoe lang, zeg maar. Nou, dit is gewoon wat ik kan. Oh, ik ben blij dat hij weggaat. Ja, dan toch zo'n enorme baan krijgen. Heb je al een Tesla gekocht? Nee, maar dan gaat wel. Ik zie onze baas altijd ook in een Tesla rijden. Dus ik denk wel dat moet. Dat komt wel goed. Ik denk, ja. Nou, goud. Is helemaal niet het einde van het programma. We hebben nog allemaal dingen. Nee, we hebben nog, toch? Ja, en ik ben ook niet weg aan het eind van dit programma. Dus we moeten door. Ja, dat is ook zo. Volgende week ben je gewoon, toch? En de week erop. Dus als je auditie wilt doen... doe dat dan in een liggend filmpje. Landscape naar rob@3fm.nl. En dan nu. Alle concerten zijn afgelast. Dus we willen op 3FM je wat meer verrassen met live muziek. Zodat je toch nog een beetje dat live gevoel kunt ervaren. Misschien heb je wel hele zure tickets die je niet meer terugkrijgt. Want ja, dit is zo'n overmachtsgeval dat het in veel gevallen niet meer kan. Ik ga je meenemen naar een van mijn favoriete live momenten van vorig jaar. Toen traden namelijk de Fontaines DC op Lowlands. Dat was heel vet. Toen speelden ze hun hit Boys in the Battlelands. Hoor je meer live muziek op 3FM, omdat alles is afgelast, alle concerten. Tenminste, waar meer dan 100 mensen bij kunnen zijn. Dus meer live muziek op 3FM, zodat je dat gewoon een beetje kan volhouden. Lowlands vorig jaar, Fontaines DC, Boys in the Battlelands, de partij voor de vrijdag. Vind ik dat toch een vette band, zeg, heel lekker. Een nieuwe 3FM special om de open-up week af te sluiten. Joram op die radio met een 3FM special over psychische problemen.
Dat is interessant. Blijf luisteren daarvoor. Eerst vraag ik jou om jouw mening voor het sfeerverhogend referendum. Partij voor de Vrijdag staat open voor iedereen. Ik zou zeggen, laat je horen en laat weten welke van de twee platen ik kan draaien. Is dat Daft Punk? We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Met Get Lucky. We're up all night to get lucky. Of is het René Karst? La, 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 la. Met een atje voor de sfeer. Laat maar weten via de app van 3FM, A of B. 3FM, music starts. Music starts here. Partij voor de Vrijdag. 3FM. Calvin Harris met een plakstor. Love Regenerator heet hij dan. En Hypnagogic. Hypnagogic. Gogic. Gogic. Hypnagogic. Maar dat Gogic. Maar je schrijft... Haha! Maar je schrijft G-O-G-I-C. Gogic. Ja, Gogic. Hypnagogic. Nou goed. Hypnagogisch. Zeg, jongens, dankjewel voor deze uitzending. Jij ook bedankt. Vanuit de huiskamer in Hilversum, bedankt. Vanuit de studio bij 3FM in Hilversum, ook jou bedankt. En... Vanuit Eindhoven, mijn huiskamer, ook bedankt. En ceremoniemeester Mark, jij bent gewoon volgende week nog hier. En de week weer op. Ja, zeker. Ja, joh. Naar Partij voor de Vrijdag. En wat is de winnaar geworden van het sfeerverhogend referendum, Mark? Is het geworden Daft Punk met Get Lucky of René Karst, Artje voor de Sfeer? René Karst, Artje voor de Sfeer! Lekker!